Goedemiddag. Rustig weer vanochtend. Wat mist over de velden en een mooi gekleurde zonsopkomst. En dat is allemaal een voorteken voor toch best aardig weer vandaag. Van boven zien we toch wat bewolking in onze omgeving. Met name boven het oosten van het land komend uur toch nog wat wolkenvelden. Trekt allemaal naar Duitsland weg en lost langzaam op. En verder vanaf de Noordzee nog wat wolkenvelden. Die later vanmiddag zijn weggelegd voor het noorden van het land. Ja, elders dus veel ruimte voor de zon, met name in het zuiden van het land. Daar dan ook de hoogste temperaturen: 25 of 26 graden. Uiteindelijk wordt het ook in het oosten en midden van het land zomers warm. En in het noorden van het land is het door die bewolking en koele wind van zee net even een paar graden koeler. Vanavond is er nog lang aangenaam met op veel plaatsen temperaturen ruim boven 20 graden. In het noorden van het land, onder de bewolking, kan het af en toe later vanavond toch eventjes wat frisser zijn voor het gevoel. Morgen hebben we op, met name in het zuiden van het land heel veel ruimte voor de zon. In het noorden van het land toch weer wat meer bewolking. Temperaturen door de matige noordenwind wel ietsjes lager dan vandaag. Maar ook morgen in het zuiden van het land toch temperaturen in de buurt van zomerse waarden van 25 graden. In de dagen daarna verandert het weer wel een beetje. Vrijdag iets meer bewolking dan ook wat lagere temperaturen, ook in het zuiden van het land. In het weekend dan wordt het juist klam, benauwd, vochtig warm. En neemt met name in de loop van zaterdag en ook zondag overdag de kans op pittige regen en onweersbuien toe. En ook na het weekend houdt het wisselvallige weerstand. Temperaturen gaan dan iets onderuit, maar koud is het zeker niet. Ik wens u weer nog een fijne dag.